Deze uitzending wordt u aangeboden door ACV-TV in samenwerking met Management Team Noord, Accountants en Adviseurs. Dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van ACV-TV, waarin wij de komende weken de nieuwe technische staf en spelers van ACV-1 aan u voorstellen. En dat doen we vandaag met Daan Assink. Afkomstig van de tweede selectie van de ACV heeft hij dit jaar de stap naar de eerste selectie gemaakt. Daan, er zijn een boel uh, mensen die wel bij het tweede kijken, maar er zijn ook heel veel supporters die alleen bij het eerste elftal kijken. Kun jij mij eens vertellen wie Daan Assink is? Ik ben uh, Daan Assink, ben 20 jaar, kom uit Nietap. Uh, dit wordt mijn derde seizoen bij ACV. Ik heb dus eerst twee jaar in het tweede gevoetbald en uh, nu sluit ik aan bij de eerste selectie. En uh, ik ben net afgestudeerd op MBO, Johan Cruijff College. Dus uh, ik ga nu even aan het werk en, uh, ja, en lekker trainen hier bij ASV. Beter worden. Oké, okay, de eerste trainingen zitten erop. Ik wil toch nog even uh, met jou teruggaan. Uh, kun je eens vertellen waar en hoe, wanneer je met voetbal bent begonnen? Uh, ik ben bij uh, de ben ik begonnen, bij Leek-Rodeburg, dat is vlak bij mij uh, waar ik woon. Uh, toen ben ik uh, in de D'jes gescout, gescout voor Essen Groningen, daar heb ik uh, drie jaar gevoetbald. Eerst in de D1, toen C2 en toen C1, toen ben ik daar afgevallen. Toen ben ik weer terug naar Leek-Rodeburg en uh, toen ben ik gescout voor uh, Veendam. Daar heb ik één jaar gevoetbald. En uh, toen ben ik naar VV Rode gegaan, heb ik uh, twee jaar gevoetbald. En toen ben ik naar ASV gekomen. En uh, nu uiteindelijk dus in de eerste selectie bij ASV. En dan heb je er al inmiddels al een paar trainingen op zitten. Hier bij ASV, maar ook in EKH. Nieuwe trainer, helemaal nieuwe staf, bevalt het er nu toe? Ja, hartstikke goed. Je ziet dat uh, iedereen hartstikke veel zin in heeft. Uh, Ikzelf ook en uh, de trainer ook, fanatieke trainer. En dat is uh, denk ik alleen maar goed voor ons. En uh, de sfeer in de groep is ook hartstikke goed. Dus uh, ik denk dat het een heel mooi seizoen gaat worden. Kan ik het goed, of ik moet het eigenlijk zo zeggen, vat ik het goed samen? Dat je er ontzettend veel zin in hebt dit seizoen. Ik heb hartstikke veel zin in, ja. En uh, ik zal er zeker van genieten. Van, van, genieten. van alles. Dus uh, ja, ik heb er hartstikke veel zin in gewoon. Oké, okay, nou dan wensen wij namens ACV TV en ik weet zeker alle kijkers, je ontzettend veel uh, succes toe dit seizoen. Dankjewel.